Frankie. Let een weekje of zes stage hier open. Bij onze vriend en Nieuw-Holland dealer, Lindsay Burke in Ierland, Noord-Ierland. En dus kent ze de Nieuw-Holland van binnen en van buiten. Met nummer 1 staat op de zijkant. Dan gaan we de eerste afstand neerzetten. En dit is allemaal weer ietsje makkelijker. Want hier hebben we vaak trekkers met ietsje meer profiel. Echte, matige trekkers. En sinds je dat buiten gewoon doet. Met 72 meter 84. Als eerste afstand. En de match gaat weer. Met natuurlijk onze burn-out show. Die we vanavond nog gaan krijgen. Jan Klaver is afgereisd. Samen met Remco richting Made. Om een showtje te geven. Met zijn burn-out auto. Dit is een politieauto. Jullie hebben misschien zien staan. Toen jullie hier aankwamen. Maar we hebben niet alleen een politieauto bij. We hebben ook nog een puintrekker achter het voertuig heb ik begrepen. Maar dat gaan we zo meemaken. Wat voor show dat die kan doen. We kijken ondertussen. Sandra op die K24 van William Lennart. En de sticker zegt genoeg, hè? Big John Borg. Ja. Oeh, wacht even. Is hij nou kapot? Sandra, maar om nou heel ons inventaris mee te nemen, dat is dan ook weer een beetje jammer, hè? Nou, doe maar gewoon verder, hij doet ze voor wel opruimen. Oh, ja nee, Johan mag het opruimen. En zo zie je, maken we daar straks even een foto, het staat nu al op het scherm, razendsnel via die iPads. En Rien, heb je in de gaten met de dames voorgegaan? Dat je daar wel even rekening mee houdt? De dames gaan voor, Rien. Ben je dat even, hè? En Marloes Schalk, goeie zin, volop op lachen. En die gaat eventjes de meters maken, maar die kiest een beetje een vette kant. Met deze maar weinig grip hebbende banden. Hebben we net eventjes te weinig profiel. Op de banden van de vent, hier aan de linkerkant stuurt hij behoorlijk door. Nou, dan is weer een beetje stukje rekenen, hè? Heb je even een beetje gepoetst? Ja, maar we zien hier een prachtige tuintrekker. En wat voor een motor hebben wij aan boord? Want we hebben natuurlijk de show. Het Joyce gewoon even in het midden van de baan vasthoudt. Maar we zien ook wel heel veel weer. Ah, het is een beetje de ene kant ook. Het is allemaal een beetje de linker kant op. Het is gewoon ook een beetje vet aan het worden. Morgen halen we de baan even ietsje dieper los. We hebben ietsje dieper, dan pakken we nog wat droge grond. Liggen die baan slonder in gewoon zo droog als de rijdoor, dat zeggen we altijd. Het is echt droog, maar dan kunnen we morgen mee, zodat de baan weer
helemaal 100% is voor de wedstrijd. Maar nu gaat het ook heel mooi. Heel mooi, want met de smalle banden en met het juiste profiel brengt Joyce hem heel eind. Nee, van deze gaat nog steeds vooruit. En daar is het gebeurd op 73 meter 81. Mooie prestatie. Ik ga trots zijn op die zus hoor. Met de run niet beter wordt. Dus even kijken naar de afstand die we straks hadden. Ik heb er nu op. Weet je wat de afstand dat straks was? 72-84 gaan we de scoreboard in de gaten houden. 72-84 was de afstand. En ze is druk onderweg en zoals gezegd, de 6 weken stage gelopen. In Portugal, Noord-Ierland, Galicië-Burg. Eigenlijk ook een van onze powercrewleden. Maar ook wel eens een... Oh, moet je kijken, ze gaat er vlot over. Ze gaat er vlot over, ja. Kun je toch zien dat ik er helemaal geen verstand van heb? Want die 72 meter, dat is gewoon een eitje. Kijk maar eens, 73 meter, 63. Ja, meer dan een meter verder.